Wilfred van Leeuwen, dit waren de meest scorende ploegen tegenover elkaar. Eén ploeg heeft dat bewezen. Hoe verklaar je dat? Ja, hoe verklaar je dat? Wij staan natuurlijk te verdedigen als, niveautje onderbond. En dan, dan krijgen we deze goals tegen. Want het begin was bemoedigend, maar wat er bij jullie aan ontbreekt, het afmaken, dat doen zij dubbel in dwars. Ja, het is gewoon een lesje in effectiviteit. Ik denk als je de hele wedstrijd bekijkt dat wij de bovenliggende partij waren voetballend gezien. En dat je ook gewoon zeker de eerste helft een aantal keer goed er doorheen komt. Ja, en dan moet je gewoon voorstaan en dan sta je ineens 3-0 achter. Dat is natuurlijk, dat moet je gezien hebben om het te geloven. Ben je kapot geërgerd? Nee, want ik vond dat we helemaal niet zo slecht speelden. En zeker de eerste helft waarin we gewoon eigenlijk op voetbalgebied de bovenliggende partij waren. Ja, en als je dan natuurlijk... twee keer aan de rechterkant de bal eens wordt gelopen en voor de goal je eigen vent kwijt bent, ja, dan wordt het lastig. Tweede helft heb je nog getracht met een dubbele wissel een impuls te geven. Er kwam ook wel wat spirit in de ploeg. Was je daar over te spreken? Je gaat toch wat forceren, hè? Dan ga je achterin 1 tegen 1 spelen. En dan weet je eigenlijk dat het ook lastig wordt natuurlijk tegen zulke gasten. Maar ja, aan de andere kant maken we er één en er komt een beetje beleving en een beetje... Zeg maar, in de rust ook gezegd, weet je. Baanrecht maakte vorige week ook 4 tegen ons, met 4-0 achter. Ja, dat moeten wij vandaag ook doen en dat probeer je dan wel. En op zich hebben die gasten ervoor gestreden, alleen hij gaat er dan niet in. Nog een woordje over Reinier Ignacio? Ja, daar kan je natuurlijk een boek over schrijven over die gozer. Wat zeg je op basis van vandaag? Nou ja, dat... Kijk, ik vond tevoren al gezegd, je weet wat hij kan en je weet ook wat hij niet kan. Nou ja, wat hij niet kan, dat hebben we geprobeerd uit te spelen richting het middenveld. Nou, het is natuurlijk een fenomeen in beslissend zijn. Was er nog één opvallend moment in de eerste helft, een vrouwelijke striker op het veld. Hoe heb je daarnaar gekeken? Ja, op dat moment stonden we achter, dus ben je meer bezig met de ploeg om nog een paar dingetjes te corrigeren. En nou ja, goed. Het zal wel ergens vandaan komen of zo, ik weet ook niet wat het was. HKR zat erachter. Oh, nou ja, is goed gedaan. Je kan er nu om lachen, kon je er op dat moment ook om lachen? Ik kon op dat moment wel even erom lachen, ja. Alleen het was ook wel even tijd om dat moment om even wat dingetjes te repareren.